Nou is dit een voorbeeld, pleegmoeder. Nou zoek je er nog 3499. Ja, ja, het liefst er nog veel meer natuurlijk. Maar dat zou een mooi doel zijn. Kijk, het is weer een prachtige actie. Alleen al als je het ziet, het huisje met het hart, dat zegt al genoeg. Het is voor de vergeten kinderen. Heel Nederland doet eraan mee. Het is ongelooflijk. De Euromast, daar hangt die levensgroot een vlag. De Ziggo Dome heeft hem supergroot geprojecteerd. Voetbalstadions in Nederland, Amsterdam Arena, NAC. Of ja, NAC Breda. Ja. Alle grote clubs uit Rotterdam, Excelsior en Dordrecht. Moeten er nou nog een paar bij natuurlijk. dus weet je, dus dit hangt nu door heel Nederland in bushokjes. Bedrijven doen het mee. Ja, de post-its. Van als je iets niet moet vergeten, dan gebruik je een post-it. En de post-it 3M heeft ons daarbij onwijs geholpen. Dit is nu waar wij de awareness voor vragen. Je kan naar de site, dat is Ik Vergeet Je Niet. En dat gaat natuurlijk over deze kinderen. Daar staat alles op hoe je een pleegouder zou kunnen worden. En het is harder nodig dan ooit, want deze kinderen worden veel meer. Ook natuurlijk door de asieltoestroom die veel meer kinderen in de AZC's komen. Het is keihard nodig. Wij vragen altijd voor de awareness. We hebben er nu ook nog iets aan gehangen wat je ervoor moet doen om dat te kunnen worden. Mm. En deze prachtige moeder is wel echt de belichaming van hoe het zou horen. Ja. Nou zet je heel energiek in, hè? Al heel lang en heel breed en heel intensief. Kan je aangeven waarom jij dat toch zo belangrijk vindt voor jezelf? Want het is niet het enige waar je voor inzet. Ik bedoel, syndroom is ook een bekend voorbeeld. Niet voor niets heeft de televisiering daarmee gewonnen. Je hebt iets met kinderen altijd. Nou kijk, kinderen zijn de meest kwetsbare groep in onze gemeenschap. Kinderen kunnen er niks aan doen als ze in situaties terechtkomen waarin ze niet horen te zitten. Een kind die uit huis wordt geplaatst, een kind uit de oorlog, daar kunnen kinderen niks aan doen. Dat zijn de meest kwetsbare onder ons. Over 20 jaar of over 15 jaar hebben deze kinderen het voor het zeggen. Wat wij ze nu meegeven, dat gaan wij straks terugkrijgen. Los van het feit dat kinderen gewoon de allerleukste doelgroep is om mee te zijn, om mee te spelen, om van te leren, de eerlijkheid. Weet je, beter dan dit kan ik het niet verwoorden. Maar deze kinderen, wat wij nu aan ze meegeven, dat moeten wij straks terugkrijgen. En ik denk dat dat toch wel het allerbelangrijkste is. Ik zie jouw buurvrouw heel betrokken kijken. Ja. Ja. Dit spreek je aan, hè? Ja. Waarom raakt het je? Je bent helemaal geraakt, Pip. Ja, weet ik eigenlijk niet. Oh, Pip. Ik heb niet eens gedronken. Nee, ik zie jou zo intensief luisteren. Maar zou je iets willen doen dan? Wacht even. Nee, ik vraag door, maar ik weet dat dit vreugdetranen zijn bij jou. Dit is niet verdriet. Nee, ja, zeker. Ik vind het gewoon heel mooi. En ik ben zelf ook met een mooi goed doel bezig, wat ook met kinderen bezig is. En daar ga ik binnenkort ook voor strijden, als het ware. En ik vind het mooi. Ja. Ik vind het gewoon mooi. Maar het is ook... ben nog niet toe aan kinderen, maar ja, het zou een goed begin zijn. Ja. Ja. Heel leuk dat we Woezel en Pip hebben trouwens vanavond. Ja. Neem een kaasstengel. Ja, lekker. Nee, maar ik weet uit ervaring dat kaasstengel eten helpt als je verdrietig bent. Dat... Oh.